Zeker. Nou, hallo dames en heren. Welkom ook bij de kijkers thuis. Hallo, fijn dat u er bent. Mijn naam is Janine Ermooi en ik ben dit jaar een nieuwe boekbespreker. Dus ik denk dat het niet meer dan gepast is om mezelf even wat uitgebreider voor te stellen. Mijn cv, even in het heel kort. Ik heb dus de bachelor Nederlandse taal en cultuur gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. En die bachelor heb ik daar cum laude afgerond. Daarna heb ik aan diezelfde universiteit de master Neerlandistiek gevolgd. En die heb ik ook cum laude afgerond. Toen heb ik her en der gewerkt. En momenteel ben ik met veel plezier werkzaam als docent schriftelijke communicatie aan het Instituut voor Rechtenstudies aan de Hanse Hogeschool in Groningen. Dus eerst in mijn studie gespecialiseerd in moderne letterkunde. En nu leg ik studenten op dagelijkse basis uit hoe je een bezwaarschrift schrijft. Of een adviesbrief. Allemaal dingen die ik, maar dat mag u ze niet vertellen, zelf nog nooit geschreven heb. En naast dat werk bij de Hanse doe ik nog een hele hoop. Waaronder het zijn van boekbespreker. Dat doe ik onder andere hier voor u vanavond. Maar ik heb bijvoorbeeld afgelopen seizoen van Spraakmakende Boeken ook een lezing gegeven over de kapperszoon. Er zijn wat mensen die erbij waren. Hallo, ben ik weer. Ik ben gespreksleider bij Shop Young Noord. Ik kan me voorstellen dat u dat niet zoveel zegt. En dat kan kloppen, want we richten ons... Ja, ik wil niet meteen op uw uiterlijk beoordelen. Maar ik ga er even vanuit dat de meeste mensen hier de 35 gepasseerd zijn. En Shop Young Noord richt zich op jongeren tot 35 jaar. Het zijn literaire avonden in de boekhandel waarbij ik in gesprek ga met twee mensen over een swapboek. En swap zijn vertalingen van buitenlandse boeken. Dus daar ben ik gespreksleider in opdracht van het Nederlands Letterenfonds. En ik ben presentator, dus her en der heb ik nog eens een keer een microfoon in mijn handen. En dan mag ik zeggen, en daar is hij. En dan komt er iemand het podium op. Dus dat soort dingen doe ik ook nog. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. En vanavond vind ik het heel erg leuk dat ik met een soort Britney Spears microfoon voor u mag staan. Om het met u te hebben over Het eiland van de verdwenen bomen. De roman van Elif Shafak. Ik heb mijn lezing Bewaarders van herinneringen genoemd. En aan het eind van die lezing zal wel duidelijk worden waarom. Maar ik denk dat dit een meest kernachtige omschrijving van het fenomeen boom is in dit boek. Want wat wil ik vanavond met u gaan doen? Nou, ik heb het al even kort gehad over wie er hier voor u staat. Wat vervelend, zie ik nu een typfout. Het moet zijn gesnoeide versie. Wat wil zeggen dat ik gewoon even heel kort nog met u het verhaal doorloop. Hoe zat de roman ook alweer in elkaar? En daarna wil ik het met u gaan hebben over bomen. Deze hele lezing gaat over bomen. Dus als u straks thuis komt, kunt u zeggen dat u anderhalf uur heeft geluisterd naar een verhaal over bomen. Ik wil namelijk gaan kijken naar de rol die bomen spelen in de roman van Elif Shafak. En dat zijn er nogal wat, dus ik heb een hele categorisering gemaakt van allerlei verschillende rollen die bomen spelen. Globaal zijn daar drie categorieën in. Een literaire categorie, dus literaire functie van bomen. En dan van buitenaf en van binnenuit. Wat wil zeggen, de rol die een boom van buitenaf speelt is de rol die mensen toeschrijven aan een boom. En van binnenuit is de rol die de boom zichzelf van binnenuit toeschrijft. En daarna kom ik dus even terug op de titel van mijn lezing. Dus dat is de bedoeling. In studentenkringen zouden ze zeggen, neem een shotje elke keer als het woord bomen valt. Maar of dat handig is, dan liggen we waarschijnlijk tegen de pauze onder tafel met z'n allen. Dus laten we dat maar niet doen. Eerst even die gesnoeide versie, dus de korte versie van het verhaal. Waarover gaat de roman van Elif Shafak? Ik doe dat in chronologische volgorde. De roman is niet in chronologische volgorde geschreven, dat heeft u ongetwijfeld gemerkt. Maar in chronologische volgorde is dit wat er gebeurt. Er wordt op drie momenten in het verhaal eigenlijk ingecheckt, zou je kunnen zeggen. En het eerste moment is in 1974 op Nicosia. En daar zijn de Grieks-christelijke Kostas en de Turks-islamitische Defne smoor verliefd op elkaar. Het zijn jonge geliefden. En zij moeten elkaar in het geheim ontmoeten, want Turks en Grieks, dat gaat op dat moment niet samen daar. Zij kunnen gelukkig op geheime wijze ontmoeten in de taverne De Blije Vijg van Yusuf en Yorgos. Met daar in het midden, de naamgever van die taverne, een blije vijg. En de burgeroorlog breekt uit en dat betekent dat Kostas, gedwongen door zijn moeder, naar Londen moet vluchten. En Defne blijft achter en zij blijkt op dat moment zwanger te zijn. Heeft dat Kostas nog niet kunnen vertellen. Ze willen een abortus en dat wordt ook geprobeerd, maar dan wordt er een aanval gepleegd op die taverne, die op dat moment als een soort provisorische kliniek is ingericht. De abortus gaat niet door, Defne ziet ervan af. Yusuf en Yorgos raken op dat moment vermist. En het kindje wordt wel geboren, maar ondergebracht bij een Engels gezin. En na een jaar sterft het daar aan malaria. Dus dat is wat er zo omstreeks 1974 gebeurt in het verhaal.
Maken we een tijdsprong van 25 jaar, komen we weer op Nicosia, begin jaren 2000. En dat is het moment dat Kostas daar terugkeert. Hij komt daar terug voor onderzoek. Het is inmiddels een volwassen man, hij is botanicus. Hij keert terug naar Cyprus en zoekt daar ook Daphne op. Daphne werkt daar op dat moment voor de ICMP, een organisatie die zich bezighoudt met het opsporen van de lichamen van mensen die in de burgeroorlog vermist zijn geraakt. En die lichamelijke resten terugbrengen naar hun nabestaanden. Nou, ze praten bij, worden opnieuw verliefd en vlak voordat zij gezamenlijk naar Londen vertrekken, worden de lichamen van hun vrienden Yusuf en Yorgos gevonden. Die lagen, zoals wij als lezers uit de proloog al wisten, aan elkaar vastgebonden op de bodem van een put. Ze vertrekken samen naar Londen, daar wordt Ada geboren, maar Daphne kan het verleden niet achter zich laten en zij overlijdt. De doodsoorzaak blijft een beetje onduidelijk, een coma waar ze niet uit ontwaakt. Toch iets van zelfmoordvermoeden, alcoholproblematiek. Het wordt overal gehind, maar een echte doodsoortzaak wordt niet genoemd. Behalve dan haar wortels, dus haar achtergrond, het verleden. Dus dat is het tweede incheckmoment. En dan hebben we nog een derde moment. En dat is in Londen en dat is na dat overlijden van Daphne. Ada is op dat moment 16, dus je zou kunnen zeggen 2016 of iets daarna ongeveer. En dat begint met dat Ada een visioen krijgt. Hè. In de klas, vlak voor de kerstvakantie, ze krijgt een vraag en ze staat op. En ze gaat erna secondenlang staan schreeuwen. En ondertussen ziet ze vlinders rondvliegen. Zo, ze ziet wat dingen bewegen die er eigenlijk niet zijn. Ondertussen is haar vader Kostas in de tuin bezig met het begraven van de vijgenboom. Ze hebben een stekje van Nicosia meegenomen. En die is aan het begraven om te beschermen tegen de winter. En dan komt tante Mirjam langs. Die is jarenlang niet langs geweest, geen contact gehad. En tante Mirjam komt langs en raakt in gesprek met Ada over het verleden waar Kostas en Daphne zo'n best hebben gedaan om niet over te spreken. En dat zorgt er wel uiteindelijk voor dat Kostas en Ada weer wat dichter bij elkaar komen. Die gaan elkaar een beetje beter begrijpen. En dan sluit het boek eigenlijk met het idee van de lente komt eraan, de boom wordt straks weer opgegraven. Einde. Nou, dat is de gesnoeide versie van het verhaal. En dan wilde ik het nu dus met u gaan hebben over die bomen. Want zoals ik in mijn leeswijze zei, dit motief zal uitgebreid worden behandeld tijdens de lezing. Nou, uitgebreid zeker. De hele lezing gaat over bomen. Maar ik heb wel even een vraag vooraf aan u. Want ik heb natuurlijk een hele categorisering gemaakt van deze rol, die functie. Hartstikke leuk. Maar misschien heeft u zelf al, doordat ik dat zei, ideeën van goh, misschien is dit wel een rol van bomen. Dus ik ben even benieuwd, welke rollen van bomen zou u zelf zo kunnen bedenken in deze roman? Welke rol spelen bomen volgens u? Dus ze hebben een milieufunctie? Ja, ze hebben een milieufunctie. Vogeltjes zitten erop, noem maar op. Ze brengen misschien wel producten voort, vruchten. Er zijn zoveel dingen. Ze geven de schaduw. Dus, voor de stikstof, geloof ik. En noem maar op. Er zijn zoveel dingen wat er komen. Dus ze nemen een plaats in het ecosysteem, om maar even het woord van Eefje Vak zelf te gebruiken. Ik hoorde ook toeschouwer gezegd worden. Commentaar, wilt u die toelichten? Ze geven hun mening over, zij vertellen eigenlijk wat er vertelt wat er gebeurt en geeft haar mening daarover. Ja, precies. Oké, dus we hebben een boom als verteller inderdaad. Ja. De liefdesband, ze zijn met elkaar steeds verbonden door met die boom bezig te zijn. Dus je bedoelt dat de verschillende personages, Kostas, ja. Ada, Daphne, dat die eigenlijk samenkomen omdat ze allemaal iets met die boom hebben? Ja. Oké, okay, dus het is een soort verbindende factor. Ja, mooi. Andere ideeën nog? Ik heb geleerd dat een vijgenboom dus begraven kan worden. Dat vond ik zo'n proces om te lezen hoe dat dus werkt. Dat dus wortels geknakt worden en gebroken. En dat uiteindelijk, daarna zoveel tijd, dat er weer uit een klein twijgje, dat er weer een boom opstaat. Mm-hmm. Ik vond het in dit boek zo fascinerend. Hoe die link steeds werd gelegd, ook met de episodes die worden beschreven. Dus ik dacht, dit vergeet ik dus nooit weer. Dat zo'n boom dus geknakt kan worden. Ik weet niet of dat met meerdere bomen kan. Mm-hmm. Maar dat je die begraaft en dat daar dus uiteindelijk toch weer iets nieuws verder groeit. Hè? Ja, dus ook een stukje weerbaarheid bij die boom eigenlijk. Dat hij dat wel kan handelen als je hem onder de grond begraaft. Wat wortels breekt, hè? Dat krak, krak, krak aan het begin. Dat Ada dan ook hoort. Dat kan dus, dat kan zo'n boom hebben inderdaad. Ja, heel mooi. Wat nog meer? Zijn er nog andere rollen? Nou,
symbool, die wortels staan ook als symbool voor waar de oorspronkelijke boom, waar die een deel van is, geworteld is. En het stukje, ik zie het ook als een worteling van iets vanuit Cyprus in Londen. Mm-hmm. Dus eigenlijk iemand uit zijn oorspronkelijke plek halen en ergens anders proberen te planten. Ja. Maar ook als herinnering aan waar ze vandaan komen. Ja, dus eigenlijk die wortels, zowel in letterlijke als figuurlijke zin, inderdaad. Ja. Dus we hebben zo eigenlijk al een heleboel dingen naar voren gehaald. Ik heb ook een aantal dingen gehoord die ook zeker terug gaan komen in wat ik nu wil presenteren. Dus laten we daar maar gewoon mee beginnen. Zoals ik al zei, ik heb drie categorieën, literair, van buitenaf en van binnenuit. En ik begin met literair. En de eerste noemde u al, verteller. Allereerst is de boom natuurlijk een verteller in deze roman. Want al vrij gauw lezen we, ik ben een ficus carica, beter bekend als de eetbare gewone vijg. En dan weet je dus dat de ik-verteller in het verhaal, want we hebben te maken met een ik-verteller op deze punten, dat dus een boom is die daar aan het woord is. Dat is die ik die aan het woord is. Maar zoals u misschien ook al in de leeswijzer heeft gelezen, ja, die ik, is dat een boom of is dat Daphne? Dat is natuurlijk even de vraag. Want richting het eind van de roman lezen we, maar waar kon ik me in vredesnaam vestigen, nu ik niet meer leefde en geen lichaam, geen omhulsel, geen vorm meer had? En ineens wist ik het. De oude vijgenboom. Waar anders kon ik mijn toevlucht zoeken dan in die bomige omhelzing? Na de begrafenis, dat is dus de begrafenis van Daphne, toen ik de laatste uren van de dag zag verglijden en het licht zag veranderen in donkere kalmte, zweefde ik boven onze ficus carica en danste eromheen. Ik zijpelde naar binnen in haar vaatweefsels, absorbeerde water uit haar bladeren en ademde het leven weer in door haar poriën. Dus op dat moment kruipt die Daphne eigenlijk in die boom, wordt die boom. Dat is dus niet helemaal duidelijk zoals ik heb uitgelegd in mijn leeswijzer. Ik ga er even vanuit dat daar helder was. Dus of Daphne of de vijgenboom is hier aan het woord. Elif Shafak lijkt een beetje te twijfelen, geen keuze te kunnen maken. Dus het lijkt een beetje allebei aan de hand te zijn. Terwijl ik dit citaat op de PowerPoint zette, dacht ik, hey, hier zit nog iets in dat niet helemaal klopt. Dus dat ga ik toch nog even met u delen. Want ze zegt dat ze dus geen lichaam, geen omhulsel, geen vorm heeft. Maar ondertussen is ze wel in staat om een boom heen te dansen. En dan denk ik, maar waarmee dans je dan? Als redacteur zou ik daar wat van gezegd hebben. Het roept in ieder geval wat vragen op. Maar we hebben dus te maken met een ik-verteller die ofwel de boom is, ofwel Daphne. Laten we er nu maar even van uitgaan dat dan die boom is. Maar die ik-verteller is tegelijkertijd ook een soort alwetende verteller. Een verteller die meer weet dan die eigenlijk zou kunnen weten. Of meer weet dan elk personage op zichzelf. Omdat deze boom in contact staat met dat hele ecosysteem dat daar net ook al even werd genoemd. Dus er is een distelvlinder die daar van alles vertelt. Er is een malaria-mug, de mug die het kindje van Daphne uiteindelijk malaria bezorgt. De papegaai Chico uit de taverne, die komen allemaal hun verhalen delen. En die verhalen neemt de vijgenboom tot zich en deelt ze dan weer met de lezer. Er komen nog meer dieren langs. Een koningin van een mierenkolonie die zich daar vestigt, die komt nog dingen vertellen. Er is een honingbij die nog voordat Yusuf en Yorgos worden gevonden al gezien heeft dat zij op die bodem van die put liggen. Er is nog een muis. Dus al die dieren uit dat ecosysteem delen hun kennis met die boom, waardoor die ik-verteller tegen wat gebruikelijk is voor een ik-verteller in, tot een soort alwetende verteller maakt, die toch veel meer weet dan daar mogelijk zou zijn. Wat ook te maken heeft met het feit dat een heleboel van die bomen in contact staan met elkaar. Daar kom ik later in deze lezing nog op terug. Maar ook dat maakt dat die vijgenboom meer weet dan ze alleen vanaf haar eigen plekje zou kunnen weten. Dus een verteller, dat is rol 1. Tweede rol is vehicle. En die term moet ik misschien even uitleggen. Dat is een term uit de literaire tekstinterpretatie. Een vehicle is het beeld dat wordt gebruikt in een metafoor. Dus als ik zeg, als ik iets wil omschrijven in termen van iets anders, hè, dat is wat je doet bij een metafoor. Je omschrijft het een in termen van het ander. Dat ander, dat is het vehicle, dat is het beeld. Het vehikel, het voertuig waarmee je iets probeert uit te leggen. Dus als ik zeg het is een boom van een kerel, dan is boom het vehicle, het beeld waarmee ik probeer uit te leggen dat het gewoon een hele lange vent is. En dat gebeurt heel veel in de roman. Er zijn heel veel metaforen waarin er weer een boom tegenaan gegooid wordt. Alles wordt in termen van bomen en wortels en takken en bladeren uitgelegd. Een heel mooi voorbeeld trouwens van zo'n vehicle is dit citaat. Omdat eerst de oorspronkelijke betekenis wordt uitgelegd en het daarna wordt toegepast op iets anders. Dus ik lees hem even voor.
Dit is een gesprek trouwens tussen Kostas en Ada over die doodsoorzaak van Defne. Draaiwortels noemen we dat. Mijn punt is dat die boom werd verstikt door zijn eigen wortels. En omdat het onder de grond gebeurde, was het niet opgemerkt. Als de draaiwortels niet op tijd worden ontdekt, gaan ze uiteindelijk druk op de boom uitoefenen en dan trekt hij het niet meer. Ada zweeg. Hier wordt dus gewoon uitgelegd hoe dat bij bomen werkt. Draaiwortels zijn wortels waarbij een boom zichzelf eigenlijk afknelt en laat sterven. En dan gaat dat nu toegepast worden op Defne. Je moeder hield heel erg veel van je, meer dan van wat ook op de wereld. Haar dood heeft niets te maken met een gebrek aan liefde. Ze bloeide, trouwens ook weer een boomachtige term, hè? Ze bloeide van liefde voor jou. En ik hoop ook van liefde voor mij. Maar ergens onder de oppervlakte was er iets wat haar wurgde. Het verleden, de herinneringen, haar wortels. Dus dan is dat beeld uit de natuur toegepast op iets anders. Die vrouw heeft natuurlijk niet letterlijk wortels, maar het wordt dus als een soort beeld gebruikt hier. Dus dat is dat vehicle. Ander citaat waarin er wat minder uitgebreid wordt uitgelegd, maar waarin hetzelfde gebeurt. Als een familie net zo is als een boom, zoals men zegt, een vertakte structuur met verstrengelde wortels en individuele takken die er soms in onhandige hoeken uitsteken, dan zijn familietrauma's als dikke, doorzichtige hars die uit een snee in de schors druipt. Dus ook hier wordt het beeld van een boom met hars en schors toegepast op familietrauma's. En nou ja, je kunt denken aan de stamboom natuurlijk, hè? Alleen al dat woord boom zit daarin. Dus ook hier dat vehicle. En nog eentje. Vroeger had hij geloofd dat zij twee, en dit is Kostas over hem en Defne, boven hun omstandigheden uit konden stijgen en hun wortels ondersteboven de lucht in konden laten groeien. Onbelemmerd, bevrijd van de zwaartekracht als bomen in een droom. Ook hier weer de boom toegepast op mensen. Maar we hebben niet alleen metaforen met een boom als beeld. We zagen het net al even langskomen. Er zijn ook heel veel boomgerelateerde termen. Dus dat bloeien, ja, dat is niet letterlijk het beeld van een boom, maar het is vaak een term die wordt gebruikt als het gaat over planten. Maar dat wordt nu ook weer op mensen toegepast. En dit vond ik wel een hele opvallende. Want hier worden verschillende kleuren in genoemd, maar het zijn allemaal kleuren van bomen. Dit gaat over Mirjam. Toen kwam er een vrouw binnenlopen die dik was ingepakt in een donzige toopmantel met een capuchon, waardoor haar ronde gezicht nog ronder leek en haar olijfkleurige, olijfboom, huid een nog warmere tint kreeg. Haar ogen waren hazelnootkleurig, een hazelnootboom, en stonden tamelijk ver uit elkaar onder dun geëpileerde wenkbrauwen. Haar kastanjebruine haar viel golvend op haar schouders. Dus een olijfboom, we hebben een hazelnootboom, we hebben een kastanjeboom. Dit is ongetwijfeld geen toeval natuurlijk, hè? Hier is over nagedacht. Dus die bomen worden er weer bij gepakt. Ook in dit geval, dit is dus zo'n voorbeeld, ik noemde net al dat bloeien. Maar hier gebeurt dat ook met die werkwoorden die eigenlijk op planten en natuur van toepassing zijn. Het zou moeilijk worden, maar niet volkomen onmogelijk. Er gebeurden wel vaker kleine wonderen. Net zoals er hoop kon ontspruiten uit de diepste wanhoop, of zoals er vrede kon ontkiemen tussen de puinhopen van een oorlog, kon er ook een boom groeien uit ziekte en bederf. Dus ook hier de ontspruiten, ontkiemen, het zijn plantentermen, toegepast op iets anders. Leuk om daarbij op te merken is dat andersom ook nog wel eens hetzelfde gebeurt. Dat namelijk bomen weer in menselijke termen worden uitgedrukt. Dat wilde ik u toch niet onthouden. Al die boeken en manuscripten die van ons vlees waren gemaakt. Een boom heeft geen vlees. Dus hier wordt juist weer het menselijke als vehicle gebruikt voor het, nou ja, boomachtige zal ik maar zeggen. Verschillende van mijn ledematen. Ja, dat gaat op dat moment over takken of bladeren. Dus hier worden de menselijke termen weer op een boom toegepast. Dus zie je eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren. Nou, tot zover de literaire rollen van die bomen. Wil ik nu door naar van buitenaf. En daarvoor heb ik 4 rollen kunnen identificeren. Het is natuurlijk een arbitraire indeling, hè? U mag het er best mee oneens zijn, maar dit was voor mij een indeling die werkte. De boom is allereerst onderwerp van onderzoek, een aandenken, een toevlucht en een spiritueel object. En het zou kunnen dat bij dat toevlucht al iets zit van wat iemand hier in de zaal al noemde. Dus dat gaan we zeker nog tegenkomen. Allereerst dat onderwerp van onderzoek. En er is een pagina 52-53, dat zijn pagina's waarop de vijgenboom aan het woord is. En een hele opsomming geeft van, de mensen verdiepen zich niet genoeg in ons bomen en planten en wat ons beweegt en hoe wij onszelf in leven houden. En in die opsommingen worden er 2 dingen genoemd die toch met onderzoek te maken hebben. Zouden ze bijvoorbeeld willen weten, de mensen, zouden ze bijvoorbeeld willen weten dat de klimplant Bokila
trifoliolata, zijn bladeren kan aanpassen, zodat ze qua vorm en kleur lijken op die van de boom waar hij inklimt, waardoor wetenschappers zich afvragen of de klimplant misschien visuele vermogens heeft. Of dat veel planten, als ze worden bedreigd, aangevallen of omgehakt, in staat zijn ethyleen te produceren. Dat werkt als een soort narcosemiddel. En dat onderzoekers die chemische uitstoot hebben omschreven als een soort van geschreeuw van gestreste planten. Dus hier hint de vijgenboom al op een paar onderzoekers die zich daar toch wel mee bezighouden. In een opsomming die draait om, men houdt zich niet genoeg met ons bezig. Dus het is opvallend dat de onderzoekers die hier bijgehaald worden. Nou, de belangrijkste onderzoeker in dit verband is natuurlijk Kostas, want Kostas is botanicus. Die doet niets anders dan zich bezighouden met planten en bomen en natuurlijk het begraven van die vijgenboom in de tuin. En dat begint al heel vroeg bij hem. Er wordt iets bij hem aangewakkerd op het moment dat hij een artikel leest. Het artikel vestigde de aandacht op de positieve rol die bossen konden spelen in het afremmen van een catastrofale ecologische verandering. Toen Kostas dat las, gebeurde er iets in zijn binnenste. Tot op dat moment had hij nooit geweten dat je je leven kon wijden aan de bestudering van planten. Dat zou hij ook kunnen gaan doen, besefte hij. Dus nou ja, het vuurtje is aangestoken, hij weet wat hij gaat doen. Ongelukkige uitdrukking trouwens, vuurtje aansteken als we het over bomen hebben. Maar hij denkt, yes, dit wil ik, hier gaan we mee bezig. En zodoende keert hij dus na die 25 jaar terug op Cyprus voor onderzoek naar bomen. En Daphne vraagt hem daar ook naar, waarom ben je eigenlijk teruggekomen na al die jaren? Behoedzaam antwoordde hij. Deels voor werk. Ik doe onderzoek naar de vraag of vijgenbomen zouden kunnen helpen tegen het verlies van biodiversiteit in het hele Middellandse Zeegebied. En op welke manier dan? Vijgenbomen, vroeg Maria Fernanda fronsend, een van de dames die op dat moment ook aan tafel zit. Ja, die steunen het ecosysteem meer dan welke andere boom dan ook, zou ik zeggen. Vijgen voeden niet alleen mensen, maar ook dieren en insecten in de wijde omtrek. Nou, het is een beetje wat er aan het begin ook al werd gezegd over het ecosysteem. Hij gaat hier nog even verder met waarom die vijgenbomen zo belangrijk zijn. Maar hij houdt zich dus ook specifiek met die vijgenboom bezig in zijn onderzoek. En op het moment dat Daphne overlijdt, is hij ook bezig met onderzoek. Zat hij in Australië. In de week dat Daphne was overleden, was hij in Australië geweest op een onderzoeksreis. Als leider van een internationaal team van wetenschappers. Nadat de bosbranden daar een groot gebied hadden verwoest, wilden zijn collega's en hij erachter komen of bomen die in het verleden grote droogte of extreme hitte hadden doorstaan, of bomen met voorouders die daarmee te maken hadden gehad, anders op de huidige branden reageerden dan de andere bomen. Dus ook daar is hij weer bezig met onderzoek, weer dat onderzoek naar bomen. Het komt in dit boek dus heel erg vanuit Kostas. Hè. Voor hem is het vooral een onderwerp van onderzoek. En dan zie ik nog een citaat staan. Oh nee, we zijn inmiddels bij aandenken. Dus tot zover onderwerp van onderzoek. Maar het is ook een aandenken. Is misschien een inkopper, maar toch wel een goede om te noemen. Kostas en Daphne nemen immers een stekje van die vijgenboom mee. Ze willen die vijgenboom redden. Ja, waarom zou je moeite doen als je geen waarde aan zo'n boom hecht? Dus het betekent iets voor ze. Het is een soort souvenir, een aandenken aan een plek die heel belangrijk voor ze is geweest uiteraard. Dus als ze haar dan aantreffen, vlak voordat ze naar Londen trekken, en ze is helemaal ziek, hè? Er zitten mierenkolonieën in en andere insecten en infecties, dus er is vrij weinig van over. En dan zegt Daphne, konden we haar maar meenemen naar Engeland? Waren bomen maar draagbaar? Kostas kneep zijn ogen tot spleetjes. Er schoot een nieuwe gedachte door zijn hoofd. Dat zouden we kunnen doen. Ze keek hem ongelovig aan. Je kunt een vijgenboom laten groeien uit een stek. Als we haar meteen planten als we in Londen aankomen en goed voor haar zorgen, is er een kans dat ze het overleeft. Nou ja, Kostas zorgt dus voor zo'n stekje. Hij zou er doorgaans meer meenemen. Het wordt er uiteindelijk eentje, want er zit gewoon niet meer levensvatbaars aan die boom dan dat ene stekje. Dus alle hoop is op dat stekje gevestigd. Nou, zoals we weten, dat stekje overleeft het wel. Dus dat is prettig. Maar zij zijn niet de enige die stekjes meenemen. De vijgenboom zelf geeft ook aan dat een heleboel eerste generatie immigranten planten meenemen en daar goed voor zorgen. Ze, die eerste generatie immigranten dus, zijn zorgzaam en liefdevol voor hun planten. Vooral voor de planten die ze hebben meegenomen uit hun verloren moederland. Ze weten diep van binnen dat als je een vijgenboom beschermt tegen een storm, je eigenlijk iemands nagedachtenis beschermt. Dus het is eigenlijk, Kostas en Daphne zijn een klein voorbeeld van een veel grotere tendens volgens die vijgenboom. En als je vooral dat laatste stukje er even uitpakt, dat je iemands nagedachtenis beschermt, je zou dat begraven van die vijgenboom in de achtertuin en dat dodenritueel dat daarna door Mirjam daar nog wordt uitgevoerd kunnen zien als een soort tweede begrafenis voor Daphne of zo. Zo zou je dat nog wel een beetje kunnen interpreteren op die manier. Het staat volgens mij ook ergens
dat die vijgenboom opgeeft over Mirjam zegt van ja, dit is een soort van de begrafenis van Daphne die ze nooit heeft gehad, omdat Mirjam daar immers niet bij was. Dus het is meer dan alleen een leuk plantje met, goh, denk nog eens aan Cyprus, maar er zit nog wel wat meer achter. Oh kijk, nou, dit bedoelde ik dus. En het is ook niet voor niets, vijgenboom is aan het woord, dat Mirjam per se een ritueel voor haar dode zus wilde houden onder, of dus boven, want dat ding ligt inmiddels onder de grond, een ficus carica. Terwijl ze de stenen op elkaar tikte, hoorde ik haar zingen. Een traag, droevig treurlied, een verlaten rouwklacht voor de begrafenis die ze niet had kunnen bijwonen. Dus nou, die interpretatie die ik net aangeef, die wordt eigenlijk al door zijn vakken neergelegd. Dus het is niet alleen een leuk souveniertje, maar het is ook een nagedachtenis aan één of meerdere personen. Dus dat is het aandenken. Nou, dan komen we nu bij de toevlucht. Dat is een wat uitgebreidere rol. En die begint met vertrouweling. Die boom is een vertrouweling, een toevlucht in de zin van een vertrouweling. Iemand waar je naartoe gaat om je verhaal te delen. En dat geldt in het bijzonder voor Kostas, maar ook dat is weer exemplarisch voor eerste generatie immigranten. Want, zegt de vijgenboom, eerste generatie immigranten praten voortdurend met hun bomen. Als er geen andere mensen in de buurt zijn tenminste. Ze nemen ons in vertrouwen, beschrijven hun dromen en ambities, ook die welke ze hebben achtergelaten, als plukjes wol die aan prikkeldraad zijn blijven hangen toen het schaap door een hek kroop. Maar voor het merendeel genieten ze gewoon van ons gezelschap en kletsen ze tegen ons, zoals ze tegen hun oude vrienden zouden kletsen, die ze nu al heel... Zoals je net zegt, hè, die nagedachtenis, er zit ook een soort mens in die bomen. Nou ja, die bomen zijn, worden ook een beetje behandeld als een soort mens, hè, als oude vrienden die je mist. Het is een vertrouweling, iemand waar je je verhaal bij kwijt kunt als er verder niemand anders meeluistert. Maar dat niet alleen. Het is ook een vorm van ontsnapping. En ontsnapping op meerdere manieren. Allereerst een ontsnapping aan het leven van alle dag. En dat gebeurt in die taverne. En daarvoor moet ik eerst even uitleggen waarom dat een boomrol is. Want die taverne is meer dan alleen een boom. Het was in dat beroemde eethuis en dranklokaal, druk, ordeloos, vrolijk en gastvrij, dat ik mijn wortels uitspreide en opgroeide door een opening in het dak die speciaal voor mij was gemaakt. Dus die boom die staat er in het midden, is het centrale middelpunt van die taverne. Alles gebeurt onder die takken. Maar dat niet alleen. Zij heeft het gevoel dat alles onder die takken een verlengstuk van haarzelf is. Dat dat ook eigenlijk een stuk van de boom is. Mijn takken strekten zich vol zelfvertrouwen uit. Alsof alles hier een verlengstuk van mij was. Niet alleen de schraagtafels en houten stoelen, maar ook de schilderijen aan de muren. De strenge knoflook die aan het plafond hingen, de obers die heen en weer snelden, de klanten van overal op de wereld, zelfs Chico die kleurig rondfladderde en dat alles onder mijn toeziend oog. Dus wat we zien is een hele grote boom die alles overspant, maar ook dat alles is ook eigenlijk die boom. Waarmee je kunt zeggen dat die taverne die een soort ontsnappingsplek biedt, een boom is die een ontsnappingsplek biedt. Dus taverne en boom vallen hier samen. En waarom is dat dan een ontsnappingsplek? Nou, dat lezen we op meerdere plekken in de roman. Maar de plek had nog iets extra's te bieden, beweren de vaste gasten. Je kon er, al was het maar voor een paar uur, de buitenwereld en alle ellende daarvan vergeten. Er is natuurlijk een burgeroorlog gaande. Mensen keren zich tegen elkaar, hebben problemen met elkaar. Er is geweld. Maar in die taverne lijkt dat niet het geval te zijn. Is dat helemaal niet aan de orde. Tussen deze muren veranderden onbekenden in vrienden, vrienden in geliefden. Nou, dan nog een hele opsomming van wat voor fijne dingen er allemaal gebeuren. In een taverne genaamd de Blije Vijg, met een bloeiende boom in het midden, was het moeilijk om je niet hoopvol te voelen. Dus die boom biedt daar een ontsnapping aan het nare leven van overdag, van alle dag daar op dat eiland. Maar het is ook een vorm van bescherming voor Kostas en Daphne. En dat is het op meerdere manieren. En dat begint op het moment dat zij een veilige plek zoeken voor hun heimelijke ontmoetingen. Zij krijgen een kamertje achter in die tent toegewezen. Er is daar een kamertje achter een gordijntje, dus een tafeltje en twee stoeltjes. Ze krijgen wat eten en daar kunnen ze dan romantisch aan elkaar gaan zitten friemelen en gut, wat ben je lief tegen elkaar zeggen, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat de buren het horen, om maar wat te noemen. Het is niet super deluxe, vrees ik, zei Yorgos, maar hier zullen jullie in elk geval niet gestoord worden. Hier kunnen jullie zoveel praten als je wilt. Een minuut later, toen ze eindelijk alleen in de kamer waren en voor het eerst in maanden niet bang hoefden te zijn dat iemand hen zou zien en hun families zou inlichten, keken Kostas en Daphne elkaar aan en barsten in lachen uit. Het was een ongelovige lach, het soort bruisende lichtheid die alleen opkomt na langdurige stress en angst. Dus ze voelen daar echt die ontspanning. Hè, nu kunnen we onszelf zijn, kunnen gewoon ik hou van je tegen je zeggen, zonder dat dat een gevaar is.
Dus in die zin biedt het bescherming in het prille begin van hun relatie. Maar ook in moeilijkere tijden, op het moment dat Kostas vertrokken is en Daphne daar met die zwangere buik zit en denkt, ja, dit wil ik niet, tijd voor een abortus. Ook op dat moment biedt die taverne weer bescherming. Want wat wil nou het geval? De kliniek waar doorgaans dat soort behandelingen worden uitgevoerd, zijn in verband met die oorlog gesloten. Maar er is één probleem, zei dokter Noorman. En zijn stem klonk nog steeds vriendelijk, maar wel dringend. We hebben het bevel gekregen om alle vestigingen te sluiten. Ik moet de sleutels vanavond inleveren, dus ik kan de ingreep niet hier verrichten. Ze, Ada, knikte traag. Ik weet denk ik wel een plek. De volgende avond was de achterkamer van de Blije Vijg getransformeerd tot een provisorische kliniek. Dus die achterkamer waar ze eerst hun liefdevolle ontmoetingen hebben, is nu een geïmproviseerde abortuskliniek. Nou, die abortus vindt uiteindelijk geen doorgang, maar was dat wel zo geweest, zou dat dus daar zijn gebeurd. Het was daar in ieder geval mogelijk. En het is natuurlijk een letterlijke toevlucht, overigens, voor Daphne. En ineens wist ik het. Hè? Waar ga ik me nu vestigen nu ik overleden ben? De oude vijgenboom. Waar anders kon ik mijn toevlucht zoeken dan in die bomige omhelzing? Dus ook zij vindt daarin een beschermde plek waarin ze niet, nou ja, echt dood hoeft, maar nog wat langer kan blijven rondhangen hier op deze aarde. En zij is daarin niet de enige. Want als de boom het heeft over allerlei bijgeloof en rituelen en religies waarin bomen een rol spelen, dan zegt ze ook, door de hele geschiedenis heen zijn we, bomen, voor velen een schuilplaats geweest. Een toevluchtsoord, niet alleen voor stervelingen, maar ook voor goden en godinnen. Dus een toevluchtsoord voor Daphne, een sterveling, maar ook voor goden en godinnen. Dus het is groter dan alleen Daphne. Dus ook voor die mensen letterlijk een toevlucht. Tot zover de rol toevlucht. Hebben we nu nog, van de rollen die dan van buitenaf zijn, het spiritueel object. Daar staan behoorlijk uitgebreide verhandelingen in, over in de roman. Dus de pagina's waar deze citaten vandaan komen, zou ik willen zeggen, als u denkt, ik wil met mijn leesclub nog even wat verder hier induiken. Ik heb er natuurlijk even een zo kernachtig mogelijk citaat uitgepakt, maar het loont best de moeite om dat hoofdstukje dan nog eens een keertje helemaal te lezen. Er is sprake van een hele hoop bijgeloven, een hoop rituelen die worden uitgevoerd met betrekking tot bomen. En eigenlijk beginnen die verhandelingen van de vijgenbomen als volgt. Vijgenbomen zijn lang beschouwd als heilig, zoals mensen die ons kennen zullen beamen. In veel culturen gelooft men dat er geesten in onze stam wonen. Goede en slechte en besluiteloze geesten die allemaal onzichtbaar zijn voor niet ingewijde ogen. Anderen beweren dat elke soort ficus in feite een soort ontmoetingspunt is, een soort verzamelplek. Ze komen en masse samen onder, boven en rondom ons, niet alleen de geesten van mensen en dieren, maar ook wezens van licht en donker. Dus we zien hier weer, hè, mensen, stervelingen en goden die zich vestigen in zo'n boom uit dat vorige citaat, komt hier ook terug. Besluiteloze geesten, je zou kunnen zeggen dat de geest van Daphne, hè, die is nog niet helemaal klaar om echt te gaan, maar ja, kan ook niet meer blijven. En dat verzamelplek werd ergens in het begin ook genoemd, hè, dat veel mensen samenkomen bij die bomen, dat het een soort verbindende factor is, zit hier ook in. Dus er komen meerdere dingen in dit citaat naar voren. En dan is het interessant om weer even te kijken naar Mirjam, die dus zo'n ritueel voor de doden uitvoert. Het was een ritueel voor de doden. Dat doet ze dus op het moment dat die boom daar begraven ligt. En ze staat daar 's avonds met Kostas. Een eeuwenoud ritueel om de ziel van een dierbare overledene in veiligheid te brengen, zodat die niet zou verdwalen in de diepste krochten van het hemelruim. Als regel hoorde de ceremonie te worden uitgevoerd onder een vijgenboom, maar gezien mijn huidige positie moest het deze keer dan maar erboven gebeuren. Dus ook die Mirjam gelooft dat er ergens een ziel in zo'n boom huist. Daar doet ze een ritueel voor. Dus dat zien we terug bij Mirjam. En dat niet alleen. Ook de vijgenboom haalt het nog een keer aan. Ik luister aandachtig naar dat ritueel. En vind het verbijsterend dat bomen, alleen al door hun aanwezigheid, een redder voor de onderdrukte zijn. En een symbool voor het lijden van mensen aan beide zijden. Dus ook hier weer die geesten. Zowel de mensen die nog leven als de mensen die het leven gelaten hebben, hangen om de een of andere manier in of rond die boom. Dus dat wordt op die manier wordt het natuurlijk vanzelf een soort verzamelplek voor wezens, om het maar zo te zeggen. Mensen hebben altijd het gevoel gehad dat er iets mysterieus was aan mij en mijn soortgenoten. Daarom komen ze naar ons toe als ze iets nodig hebben of als er problemen zijn en binden ze fluwelen linten of reepjes stof aan onze takken. Nou, dat is een heel specifiek ritueel. Je kunt blijkbaar lintjes aan zo'n boom hangen en dan doet dat iets.
En ook dat zien we weer bij Mirjam. Die heeft allerlei rituelen en gezegdes en zo. Hè? Maar ook die lintjes komen bij haar langs. Ze zoekt continu hulp van bomen, maar heeft het blijkbaar zelf niet in de gaten. Als ze bang of eenzaam is, of als ze boze geesten wil verdrijven, klopt ze het af op hout. Nou, volgens mij, dat doen we allemaal wel, hè? Knock on wood, dat kennen we wel. Een eeuwenoud ritueel dat dateert van de tijd dat we als heilig werden beschouwd. Elke keer als ze een wens heeft die ze niet hardop durft te zeggen, hangt ze lapjes en linten aan onze takken. Als ze iets zoekt, een verborgen schat of iets onbenulligs dat ze is kwijtgeraakt, loopt ze rond met een gevorkte tak in de hand die ze wiggelroeder noemt. Zo, nou ja, weer allerlei rituelen die allemaal met een boom te maken hebben, waaronder dus die lapjes en linten die al eerder genoemd zijn. En niet alleen Mirjam zit heel erg in de rituelen, je hebt ook nog de moeder van Kostas, Panagiota. En die zit ook heel erg in het bijgeloof en allerlei dingen en rituelen waar je rekening mee moet houden. Ook enkele dingen met betrekking tot bomen. Ze geloofden dat sommige bomen christelijk waren en andere moslim en weer andere heidens. En je moest zorgen dat je de juiste bomen in je tuin had staan. Er waren drie dingen waar ze vooral beducht op was. Onder een walnotenboom zitten, omdat je dan nachtmerries zou krijgen. Een kutsupia planten, de Judasboom, omdat Judas zich aan een tak daarvan had opgehangen nadat hij de zoon van God had verraden. En een mastiekboom omhakken, omdat die er onbekend stond dat hij twee keer had gehuild in zijn lange geschiedenis. Eén keer toen de Romeinen een christelijke martelaar folterden en de tweede keer toen de Ottomaanse Turken op Cyprus waren aangekomen en zich er hadden gezetteld. Dus ook bij Panagiota weer een heleboel rituelen, in het bijzonder met betrekking tot die bomen. Nou, er worden nog eigenlijk een heleboel dingen opgesomd. Ik heb echt een beetje de meest kernachtige citaten eruit proberen te pakken. Wat moeilijk is, want Shafak is vrij lang van stof. Dus een citaatje is al gauw een citaat. Onder ons bladerdak worden offerdieren geslacht, geloften afgelegd, ringen uitgewisseld en bloedvetes bijgelegd. Nou, ja, zo even een korte opsomming van wat er gebeurt. Zit ook weer dat verzamelplek-idee in. En toen dacht ik, hé, dat komt bekend voor. Want dat gebeurde ook in de taverne. Hierbinnen werden er verhalen over triomfen en tegenspoed gedeeld. Werden oude rekeningen vereffend, is een soort bloedvetes bijleggen. Hè? Werd gelach vermengd met tranen, werden bekentenissen en beloftes gedaan, moet dat zijn. Nou, geloften afgelegd. Werden zonden en geheimen opgebiecht. Dus wat daar in die taverne onder die boom gebeurde, komt een beetje overeen wat er ook in het kader van bijgeloof en rituelen onder zo'n boom plaatsvindt. Dus daar zit een soort overlap in. Niet voor niets noemt men ons heilige bomen, wensbomen, vervloekte bomen, spookbomen, onaardse bomen, spookachtige bomen, zielenstelende bomen. Nou, zoals ik al zei, er wordt heel uitgebreid over geschreven, dus pak die hoofdstukken er nog even bij als u denkt, toch interessant. Maar er gebeurt dus een hele hoop op spiritueel en bijgeloof vlak bij die bomen. Dit is de laatste rol die ik had voor de rollen van buitenaf. En ik stel voor dat we voor de pauze de eerste van binnenuit er nog even bij pakken, want dat is ook spiritueel object. En dan dat we daarna een pauze doen en de laatste rollen gaan bespreken. Dus van binnenuit heb ik nog 5 rollen klaarstaan. De eerste is dus wederom spiritueel object. Zojuist hadden we het over spiritueel object van buitenaf. Dus wat mensen toeschrijven aan zo'n boom. Oh, hier zit een ziel in, hier is dit aan de hand, ik voel iets mysterieus. Straks dus spiritueel object vanuit de boom, wat hij zelf zegt over wat er werkelijk aan spiritualiteit is. De slachtofferrol komt ook nog langs. Stille getuige, in het begin werd toeschouwer genoemd. Ik denk dat dat overlapt. Collectief bewustzijn en lotgenoot. Dus dat zijn de laatste rollen. Maar nu nog eventjes het spiritueel object, maar dan van binnenuit. En dat begint met de religieuze verhalen, zoals we die kennen uit de Bijbel, de Koran, noem maar op. Onder andere Adam en Eva. Ze heeft een hele, die boom die zegt, ik heb in mijn hele geschiedenis een hoop mensen en wezens weten te verleiden onder mijn takken. En ook een zeker verward stel dat doelloos rondwaalde in de Hof van Eden met een glazige blik in de ogen. Adam en Eva bezweken voor de verlokking van een vijg, de vrucht van verleiding, verlangen en passie. Niet voor zo'n knapperige appel. Want al die tijd was ik het. De boom van goed en kwaad, licht en donker, leven en dood, liefde en hartzeer. Adam en Eva aten samen een zachte, rijpe, verrukkelijk bekoorlijke aromatische vijg. Daarna bedekten ze zich met de bladeren van de boom waar ze op dat moment bij stonden. Het zit de vijgenboom best wel hoog dat wij met z'n allen denken dat dat een appelboom was. Een ordinaire appelboom. Dat kan toch niet, want ik met mijn vijgen ben toch veel lekkerder. En ze zegt ook, vandaar dat ik die vijgenbladeren nog even bij heb gehaald. Het is ook helemaal niet logisch als Adam en Eva daar van de
boom eten en opeens denken, oh jeetje, ja, we staan hier wel heel bloot. Weet je wat, we wandelen eerst even verder, want daar staat een vijgenboom en die bladeren gaan we gebruiken om onszelf te bedekken. Dat vindt ze heel onlogisch. Dat vond ik een van de leukste scènes. Ja, dus inderdaad geestig. Daar had ik zo lol op. Ja. Nou, exact. Dat is inderdaad een hele geestige scène. Misschien juist ook wel omdat het er zo hoog zit. Hè. Ze is echt een beetje op de teentjes getrapt. Zo'n ordinaire appel. Nou, echt niet. Dus in dat religieuze verhaal, maar niet alleen in het Bijbelverhaal, schrijft hij zichzelf een rol toe. Ook in allerlei andere religieuze verhalen. En ook hier komt weer een hele opsomming. En soms helpen we hen, mensen, zonder dat ze het zelfs maar doorhebben. Hoe denk je anders dat die tweelingbroertjes Romulus en Remus zijn gevonden door een wolvin, als hun mandje, gevaarlijk drijvend op de Tiber, niet was blijven hangen in de wortels van een ficus ruminalis? En al was het zo dat Jezus boos was op een bepaalde onvruchtbare vijgenboom, we mogen niet vergeten dat koning Hiskia werd gered door een vijgenkoek die op zijn wond werd gelegd. De profeet Mohammed zei dat de vijg de enige boom was die hij in het paradijs wilde zien. In de Koran staat een soera die naar ons is vernoemd. Boeddha bereikte verlichting terwijl hij zat te mediteren onder een ficus religiosa. En had ik al gezegd dat koning David dol op ons was en dat wij voor alle dieren en mensen aan boord van de Ark van Noach een inspiratie van hoop en een nieuw begin waren? Dus er zijn een heleboel verhalen waarin, nou ja, ze voelt zich duidelijk miskend, maar een heleboel verhalen waarin die boom een rol speelt. En dit is dus van binnenuit, want dit zegt ze, dit kan ik over mezelf vertellen. Zo zit het daadwerkelijk. Ik was daar in de Hof van Eden, daar op die Ark van Noach, bij Romulus en Remus, in de Koran. Kijk eens, daar speel ik overal een rol. Naast die religieuze verhalen schrijft hij zich ook nog een rol toe als helper. Zo noem ik het maar even. Er is een hoofdstuk, pagina's 339-340, pak het er eens bij zou ik zeggen, waarin ze zegt, je zou zelfs kunnen zeggen dat er voor elke stemming en elk moment wel een boom is. Als je iets kostbaars aan het universum wilt geven, een lied of een gedicht, moet je het eigenlijk voor je het met wie dan ook deelt, eerst aan een gouden eik laten horen. En wat er dan volgt is een alinea's lange opsomming van, als je dit wil, moet je naar die boom, en als je dat wil, moet je naar die boom. Als je gekwetst bent en niemand wil naar je luisteren. Als je wilt terugdenken aan het verleden. Als je een kunstenaar bent die op zoek is naar inspiratie. Nou, ze gaat maar door. Maar als je liefde zoekt of liefde bent kwijtgeraakt, dan ga je naar de vijg. Altijd de vijg. Dus toch weer die hele belangrijke boom. Wat ze er niet bij zegt, is wat je dan volgens mij die vijg kunt halen. Wat die voor je gaat doen. Dus ja, er is een boom die past bij een stemming. Of zegt ze, bij elke stemming, elk moment is er wel een boom. Maar wat die boom dan volgens oplevert, als jij bij de gouden eik aankomt met trillende handen met je gedichtje, want ik wil iets kostbaars het universum insturen, wat die gouden eik voor je gaat betekenen, weet ik niet. Dus mocht u zelf een boom in de tuin hebben staan, ga het eens proberen en laat me weten hoe het uitpakt. Want daar is de vijgenboom zelf dus niet duidelijk over. Maar ik heb het vermoeden dat ze daar toch een soort helpende rol in ziet. Dus vandaar dat ik het maar helper heb genoemd. Nou, tot zover het spiritueel object. We hebben dus nog een paar rollen van bomen te gaan. Ben ik trouwens weer goed verstaanbaar zo met de microfoon? Alles weer goed afgesteld? Ja. We hebben nog een paar rollen te gaan. We hebben dus voor de pauze het spiritueel object helemaal uitgeplozen. En wat ons nu nog rest is de slachtofferrol, stille getuigen, collectief bewustzijn en lotgenoot. En daarna nog natuurlijk de conclusie van mijn verhaal. Dus we beginnen met dat slachtoffer. Want de boom is op meerdere manieren een slachtoffer. Overigens kwam er in de pauze iemand naar me toe die zei dat de paginanummers hier niet helemaal goed te lezen zijn. Dus als u denkt, oh, maar ik moet het paginanummer weten en Janine leest het paginanummer niet voor. Ik ga nu wel proberen dat te doen, uiteraard. Laat dat even weten, dan noem ik het nog. Dit citaat komt van pagina 72-73. Verder zijn er degenen die de scherpste spijkers in onze stam slaan om een ziekte of kwaal die hen teistert aan ons te geven. Ook dat verdragen we zwijgend. Dit is nog een stukje van die rituelen en dat bijgeloof. Er zijn dus mensen die denken, ik leid ergens aan, weet je wat? Ik hak een spijker in een boom, heeft die boom er last van, maar ik niet meer. En dat verdragen die bomen zwijgend. Nou, je krijgt met ze te doen als je dit leest. Dus dat is nog een stukje dat hoort bij spiritueel object, maar daartoe leidt dat ze slachtoffer worden, die bomen. Ja, en dat meeste lijden van die bomen komt door menselijk handelen. Pagina 53. Het meeste lijden in de plantwereld wordt veroorzaakt door de mens. Nou, dat is wel een hele duidelijke claim. Er zit best wel een duidelijke klimaatactivistische boodschap in dit boek.
Dus de eerste paar citaten die ik nu ga aanhalen gaan ook over dat menselijk handelen in de zin van slecht zorgen voor het milieu, voor de natuur en voor de omgeving. Het leven was niet gemakkelijk voor ons, is pagina 91. Het leven was niet gemakkelijk voor ons. Het eiland was te lang geteisterd geweest door zwermers sprinkhanen. Ze kwamen in dichte, donkere wolken aan en verorberden alles wat groen was. Bossen waren gedecimeerd, met de grond gelijkgemaakt voor wijngaarden, akkerbouw en brandhout. En soms expres vernietigd vanwege eindeloze vendetta's. Constante houtkap, meerdere branden en totale onwetendheid waren allemaal verantwoordelijk voor onze verdwijning. Nog afgezien van de schandelijke verwaarlozing door de vorige besturen. Dat is een duidelijke aanklacht, hè? Jullie zorgen niet goed voor ons. Overigens, ik noem nu steeds die paginanummers, maar ik begreep net van Robin dat de PowerPoint straks ook heel mooi in de videoopname op YouTube wordt gezet. En de PowerPoint is ook paar via de website. Dus als u mocht u toch een nummertje missen, er zijn nog allerlei hulplijnen die u kunt inzetten. Dit was pagina 91. Kostas, op het moment dat hij terugkeert naar Cyprus, ziet ook dat er slecht voor de natuur is gezorgd. Hij is natuurlijk die botanicus, dus die heeft daar een bijzonder oog voor. Dit is wat hij ziet als hij daar rondrijdt. Pijnbomen, cypressen, olijfbomen en johannesbroodbomen werden afgewisseld met stukken dorre grond, geblakerd en monochroom. Citrusboomgaarden waren omgehakt om plaats te maken voor kleine villa's en appartementen. Hij betreurde het dat dit deel van het eiland niet meer het groene paradijs uit zijn herinnering was. In de oudheid stond Cyprus bekend als het groene eiland, befaamd om zijn dichte mysterieuze wouden. Het ontbreken van de bomen hier was een heftige terechtwijzing voor de vreselijke fouten die er in het verleden waren gemaakt. Dit is pagina 210. Leuk om op te merken dat groene paradijs doet misschien ook nog weer een beetje denken aan het paradijs van Adam en Eva. Hè? Dat is ook een soort verloren paradijs. Maar hij ziet ook de natuur, dus er zijn bomen omgehakt, er is vrij weinig over van het groen dat er ooit stond. Dus dat is die klimaatboodschap. En die boom die maakt zich daar op meerdere punten boos over. Ook in die opsomming waarin ze dingen noemt van, hè, waaruit blijkt van mensen verdiepen zich niet genoeg in ons. Ik haalde dat al even aan bij dat onderwerp van onderzoek, bij die rol. Dat er verschillende dingen zijn die mensen niet willen weten over bomen, zo zegt de vijgenboom. Dat is dus pagina 52-53. Ik denk dat mensen bewust niet meer over ons te weten willen komen. Misschien omdat ze op een of ander oerniveau aanvoelen dat de uitkomst wel eens onthutsend zou kunnen zijn. Zouden ze het fijn vinden te ontdekken dat bomen signalen kunnen verzenden via een netwerk van vertakte schimmels diep in de bodem om hun buren te waarschuwen voor naderend gevaar, een roofdier dat eraan komt of pathogene insecten, en dat dergelijke stresssignalen de laatste tijd de pan uitreizen door de ontbossing, bosdegradatie en droogte die allemaal rechtstreeks worden veroorzaakt door de mens? Dus ook hier weer die aanklacht, de mensen zorgen niet goed voor ons, we gaan ten onder omdat jullie niet goed voor ons zorgen. Eerlijk gezegd vraag ik me zelfs af of ze ons wel zien. Ze heeft zelfs het gevoel dat ze een beetje genegeerd wordt eigenlijk. Dat er door die bomen heen gekeken wordt. Dit is wat verderop, pagina 53-54. En hier komt een opsomming waarin ik het idee heb, maar u mag daarover van mening verschillen uiteraard, dat er ook een beetje op een soort fysieke pijn gehind wordt. Zonder dat er wordt gezegd, au, dit doet pijn. Maar nou, je voelt het wel als je even inbeeldt dat je een boom bent en dat er dit met je gebeurt. Ze plukken onze bladeren en verorberen ons fruit. Ze breken onze takken af, die ze in hun kindertijd bereiden als een paardje, of die ze als ze ouder en vreder worden gebruiken om anderen mee aan zich te onderwerpen. Ze kerven de naam van hun geliefde in onze stam. En, wauw. Ze kerven de naam van hun geliefde in onze stam en zweren eeuwige liefde. Ze vlechten kettingjes van onze naalden en schilderen onze bloemen tot kunst. Ze splijten ons tot houtblokken om hun huis te verwarmen. En soms hakken ze ons om, alleen omdat we hun uitzicht belemmeren. Nou, die opsomming gaat nog even door. Ze maken lijkkisten van ons en zo, zodat ze samen met ons onder de grond kunnen. Er wordt niet gezegd dat het pijn doet, maar als je ledematen gemaakt zijn van hout en het wordt tot blokken gespleten en je wordt omgehakt omdat je het uitzicht belemmert, klinkt niet heel gezellig. Dus ik heb het idee dat daar een soort, ja, ook een hint op een soort fysiek leed zit eigenlijk. En hij blijft wel een beetje knipperen, hè? Maar het is niet alleen het slecht zorgen voor de natuur en slecht zorgen voor het klimaat. Dat soort leed door menselijk handen. Het zit hem ook in die oorlog. Want het zijn niet alleen de mensen die lijden aan die oorlog. Pagina 200. Maar op een eiland dat jarenlang werd geteisterd door etnisch geweld en gruwelijke wreedheden, waren mensen niet de enige slachtoffers. Hè, slachtoffer ook letterlijk dat woord. Ook wij bomen hadden eronder te lijden. En dieren hadden ook ellende en pijn te verduren, naarmate hun habitat steeds meer verdwenen.
Niemand kon het ooit iets schelen wat er met ons gebeurde. Dus de mens is weer heel erg met zichzelf bezig. En die oorlog is vervelend voor de mensen, maar dus ook voor de bomen. En dat wordt dus vergeten. Nou, hoe leiden die bomen dan aan die oorlog specifiek? En dag. Oh, ja. Oké. Okay. Nou, het blijft wel spannend, hè? Zo. Allereerst die scène met de vader van Panagiota, die wordt neergeschoten. Hè? Dat is een dove man en hij wordt gemaand om stil te staan, te luisteren, maar hij hoort dat niet en die mensen denken dat hij ongehoorzaam is. Dus die wordt neergeschoten en dan blijkt later dus dat hij hen überhaupt niet had kunnen horen. Panagiota's vader viel neer bij de Johannesbroodboom en sloeg met zijn hoofd tegen de onderkant van de stam. Er ontglipte hem een gedempt geluid en daarna een heel dun straaltje bloed. Het ging allemaal te snel. Het ene moment hield hij zijn adem in en het volgende lag hij op de grond, doorzeefd met kogels uit meerdere vuurwapens, hoewel twee kogels hem hadden gemist en zich in de Johannesbroodboom hadden geboord. Dus je zou kunnen zeggen dat ook die boom hier eigenlijk beschoten wordt. Neergeschoten zou je kunnen zeggen. Dus niet alleen de mensen, maar ook die boom. Er zijn hier duidelijk twee mensen die onder vuur worden genomen. Of twee mensen, twee wezens die onder vuur worden genomen. Dus overigens pagina 128. En dan is er natuurlijk de bomaanslag op de taverne. Daar staat ook die grote boom waar we het met z'n allen al de hele avond over hebben. Toen die bom ontplofte, vloog een van mijn takken in de brand door de vonken. Binnen een paar tellen stond ik in lichterlaaien. Niemand lette erop. Niet in het begin. Dus ook hier in het begin wordt die boom vergeten. En is het slachtoffer van een bomaanslag die natuurlijk vooral gericht is op de mensen in die taverne. Maar ja, die boom die staat daar toevallig ook en die heeft daar ook last van. Nou, die boom die wordt uiteindelijk geblust door Yusuf en Yorgos. En dan lezen we wat de eindstand is. Een deel van mijn stam was verschroeid en verschillende van mijn ledematen, hè, dat is dus zo'n menselijke term voor iets planterigs. Ik weet niet, hebben we een los contactje of zo? Nou, dit is gewoon. Dat zal het probleem niet zijn. we kijken gewoon hoe lang het goed gaat en anders gaan we gewoon wat eerder naar huis. Dat is wel zonde natuurlijk. Maar de eindstand. Een deel van mijn stam was zwart, was verschroeid en verschillende van mijn ledematen waren helemaal. Ik ga het persoonlijk opvatten nu. waren helemaal zwart geblakerd, maar ik leefde nog. Dus in de fik gevlogen, wel geblust, maar er is wel het een en ander aan schade. Brandwonden zou je het kunnen noemen. Slachtoffer dus, in die zin. En dat wordt natuurlijk allemaal nog erger op het moment dat er zich insecten en andere infecties we gaan het zien. zich infecties en andere ziekten in die boom gaan vestigen. In de tijd voordat Kostas dan terugkeert naar Cyprus. In het jaar dat Kostas Kazantzakis terugkeerde op Cyprus, vestigde zich een mierenkolonie tussen mijn wortels. Dit is dus de natuurlijke kringloop. Hè? We hebben nu allerlei leed door menselijk handelen. Nu komen we uit bij het leed dat gewoon hoort bij de natuur. De Circle of Life, Lion King, dat soort dingen. Pagina 300. In het jaar dat Kostas Kazantzakis terugkeerde op Cyprus, vestigde zich een mierenkolonie tussen mijn wortels. Dat verwachtte ik al, want ik was kort daarvoor geïnfecteerd geraakt met bladluis, die minuscule insecten die sap uit bladeren opzuigen en virussen verspreiden, wat veel stress veroorzaakt bij bomen. Als Yusuf en Yorgos er waren geweest, hadden ze dat nooit laten gebeuren. Zij controleerden mijn takken dagelijks op plagen, besproeiden mijn bladeren voorzichtig met appelazijn en zorgden goed voor me. Maar nu stond ik er alleen voor, weerloos. Merk op dat dus in dit citaat juist de mens de redding had kunnen zijn. Hè? Voorheen, in al die citaten hiervoor was de mens het probleem. En opeens is er een natuurlijk probleem en had de mens de redding kunnen zijn. En die is er dan even niet. Dus daar zit wel een leuke tegenstrijdigheid. Een leuk dilemma misschien. Oh, sorry. Pagina 300. Ja. Hier is de mens opeens nodig, maar het hoort dus bij de natuur. Dat op een gegeven moment komen er mieren en andere infecties. Ja, zo werkt de natuur. En uiteindelijk is dit dan, hoe zeg je dat? Het coda lacrimosa, het einde, het afscheid van de boom. Naarmate mijn immuniteit afnam en mijn kracht wegkwijnde, viel ik ten prooi aan een van mijn ergste vijanden. Een vijgenboomboorder, een boktor, een Frineta spinator. De schade die deze kever aanricht is vaak onherstelbaar. Vijgenbomen die er hevig mee geïnfecteerd zijn, moeten worden vernietigd. Ik was stervende. Pagina 302.
Dus dat is de eindstand. Slachtoffer. Uiteindelijk sterft ze dus wel aan natuurlijk leed. Hoewel het natuurlijk niet uit te sluiten is dat juist die bomaanslag en die zwart geblakerde takken en zo maakt dat zo'n boom vatbaarder is voor dat soort dingen. Daar durf ik geen stellige uitspraak over te doen. Maar als er een bioloog is, sta op en meld u. Dat kan misschien een rol gespeeld hebben. Het loopt in ieder geval droevig af. Dit is het moment dat ik even een vraag in de zaal wil neerleggen. Want ik, voor de mensen die de leeswijzer al hebben bekeken, ik heb vraag 10 uit de discussievragen heb ik erin gezet, omdat ik er zelf geen antwoord op heb, maar wel graag antwoord op wil. Dus ik hoop dat u mij vanavond van antwoord kunt voorzien. Want er zit nog een stukje ja, dat dan bij dat slachtoffer hoort. Op een gegeven moment, pagina 99, is die vijgenboom aan het woord en lijkt ze Daphne te beschouwen als de brenger van onheil. Daar lezen we namelijk het volgende. Ik weet dat ik het eigenlijk niet zou moeten zeggen. Ik weet dat het niet goed is van me, onaardig en ondankbaar. Maar sinds die noodlottige middag, zoveel jaren geleden, zijn er heel wat keren geweest dat ik het betreurde dat ik Daphne ooit ontmoet had. Die noodlottige middag is de middag dat Daphne met Kostas binnenkomt, omdat ze daar een plek voor hun heimelijke ontmoetingen krijgen aangeboden. Dat ik het betreurde dat ik Daphne ooit ontmoet had en dat ik wilde dat ze nooit over onze drempel was gestapt. Misschien was onze prachtige taverne dan niet verteerd door vlammen, verwoest. Misschien was ik nu dan nog steeds diezelfde blije boom. Dus alsof, hè, als Daphne daar niet binnen was gewandeld, dan was er misschien geen bomaanslag geweest, dan was er geen oorlog geweest, dan had ze misschien geen mierenkolonie getroffen. Waarom? Dat is mijn vraag aan u. Ja. Ik heb daar heel erg over na zitten denken en toen pas bij het slot dacht ik, misschien is het daarom, want toen zou zij abortus laten plegen. Mm-hmm. En Yusuf en zijn vriend die gingen dus naar die raddraaiers en ze waren altijd heel gemakkelijk en gemoedelijk, maar nu hebben ze ze tegengehouden, want ja. Ze konden dus beslist niet binnenkomen omdat Daphne daar in dat kamertje zat en doordat Yusuf en die andere, zijn vriend, hoe heet hij nog maar? Yorgos. Gewoon anders waren dan ze anders deden. Anders mm-hmm. hadden ze dat misschien met praten en gemoedelijk af kunnen wenden. Ja. Maar dat deden ze dus niet. Dus ze waren gelijk in de verdediging gestapt. En vandaar mm-hmm. dat dus ze binnen zijn gekomen. En of die bom daar dus door gevallen is of niet. Maar daardoor was het dat de boel escaleerde. Dus ja. Ik dacht misschien, ik weet het ook niet zeker, maar ik heb er heel erg over na zitten denken. Ik denk, hoe kan dat nou? Want ze werden er zo goed ontvangen. Maar toen met die scène dacht ik, ja, dan moet dat de enige mogelijkheid ja. zijn voor mij. Ja, dus op het moment dat Daphne daar ligt voor die abortus, komen ja. er relschoppers langs. Ja. En ja, die mogen juist niet op dat moment, vooral niet dan binnenkomen. Nee. Dus Yusuf en Yorgos gaan de confrontatie aan en belanden op de bodem van die put. En zorgen dus niet meer voor die boom. Oh, daar valt hij zoveel op zijn plaats, mensen. Dank u wel. Zijn er nog andere verklaringen toevallig? Voor mij is er dit eentje die ik heel aannemelijk vind. Dat ik denk, oh, dit snijdt hout. Om maar even in die metaforen te blijven. Zijn er nog andere verklaringen? Nee? Ja, een hele plausibele. Nou, fijn. Dan is dat de wereld uit. Ik kan weer rustig slapen. Gaan we door naar de volgende rol. Toeschouwer werd genoemd. Ik heb het stille getuige genoemd, maar ik denk dat het op hetzelfde neerkomt. Stille getuige. Die boom die kan natuurlijk niet praten, maar die kan wel een hele hoop zien en horen. En allereerst gebeurt dat in die taverne. En ik haalde weer even een citaat bij dat ik al eerder heb genoemd, pagina 98. Mijn takken strekten zich vol zelfvertrouwen uit, alsof alles hier een verlengstuk van mij was. Niet alleen de schraagtafels en houten stoelen, maar ook de schilderijen aan de muren, de strenge knoflook die aan het plafond hingen. De obers die heen en weer snelden, de klanten van overal op de wereld, zelfs Chico die kleurig rondfladderde. En dat alles onder mijn toeziend oog. Hè? Dus ik overzie dit alles. Ik ben getuige van alles dat er onder mijn takken gebeurt, is eigenlijk wat hier staat. En ze ziet niet alleen van alles, maar ze hoort ook van alles. Overdag, dit is pagina 63. Overdag luisterde ik graag naar het gekletter van de borden, het geklets van de gasten, het gezang van de muzikanten, Griekse en Turkse liederen over liefde, verraad en hartzeer. Dus alles dat daar gebeurt, dat krijgt ze mee en daar geniet ze ook van. Dat is een fijne plek om te staan, blijkbaar, voor die boom. Totdat Daphne dus het onheil kan brengen, hè? Dat hebben we net vastgesteld. Vervolgens wordt ze natuurlijk verscheept, hè? Die boom op Cyprus, die sterft, dat is vaarwel. Maar er is nog een stekje gered en die staat nu in de tuin bij Kostas en Ada in Londen.
En ook daar is de boom weer getuige van alles en nog wat. En dat begint eigenlijk al meteen aan het begin van het boek op pagina 28, op het moment dat Kostas bezig is met het graven van een gat voor die boom. Ik had het koud en al wilde ik het niet aan mezelf toegeven, ik was ook doodsbang. Ik zou willen dat ik mijn zorgen met hem, Kostas, kon delen, maar ook al had ik iets kunnen zeggen, hij werd zozeer in beslag genomen dat hij me toch niet zou horen. Hij ging volledig op in zijn eigen gedachten en bleef maar graven, zonder ook maar één keer mijn kant op te kijken. Dus hij ligt daar zo'n beetje, ja, en Kostas is aan het graven. Ze kan het niet uiten, ze kan niet met hem praten, hij kan haar niet horen, hij ziet haar niet. Wat rest haar anders dan getuige te zijn van wat daar gebeurt? En nou ja, we hadden al dat vertrouweling, die mensen praten heel veel, die eerste generatie immigranten, die praten veel tegen hun bomen. Zo ook Kostas. Hij zei, het is niet voor lang, een paar weken maar. Ik was het gewend dat hij tegen me praatte, maar dat deed hij nooit zoveel als vandaag, pagina 41. Dus tijdens dat graven praat hij uiteindelijk wel heel veel tegen haar. Maak je geen zorgen, kom maar goed, over een paar weken graaf ik je weer op. Oh lieve ficus. Dus ja, maar ze kan niks terugzeggen. Dus het is een soort, ja, het is geen dialoog, het is een soort monoloog. Hè. Het is veel zenden van de mensen van buiten. En zij kan alleen maar luisteren. En aan de andere kant is daar Ada, die dat ook een beetje voelt of zo. Die lijkt een beetje door te hebben dat er een soort stille getuige is. Die zegt op een gegeven moment, echt waar pap, ik wil je niet kwetsen, maar ik krijg de rillingen van die vijg van jou. Er is iets raars mee, dat voel ik gewoon. Soms heb ik het idee dat hij, of nee, zij, ons afluistert, dat ze ons bespiedt. Dus die Ada die lijkt wel even niet te voelen dat er een soort stille getuige daar in de grond staat, ligt. Wat dan ook de stand van zaken op dat moment is. Pagina 50 overigens. En die boom die hoort dat ze dat zegt en die vindt daar ook wat van. En dat zegt ze ook meteen aan het begin van het volgende hoofdstuk, pagina 52. Ik krijg de rillingen van die vijg van jou, zei ze. En waarom zei ze dat? Omdat ze het gevoel heeft dat ik misschien diepere lagen heb. Nou, dat is inderdaad zo. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik griezelig ben. Dus die is op de tenen, op de wortels getrapt, zal ik maar zeggen. Hè? Die is daar niet blij mee. Maar die heeft het gehoord, is dus weer een stille getuige geweest. Zoals die Ada dat ook vermoedt. Dus ook daar dat stille getuige in. Maar niet alleen op die twee specifieke plekken. In principe overal is die boom een stille getuige. Die bomen staan allemaal in contact met elkaar. Die bomen staan over de hele wereld, zien van alles en nog wat gebeuren. Dus ze zijn eigenlijk overal. Pagina 40 lezen we. Welke religie of geloof je ook bekijkt, je zult mij er altijd in aantreffen. We hebben al zo'n opsomming langs zien komen. Ik ben in elk scheppingsverhaal aanwezig als getuige van de handeling van de mensen en hun eindeloze oorlogen. En ik combineerde mijn DNA in zoveel verschillende vormen dat je me tegenwoordig op vrijwel elk continent over de hele wereld kunt aantreffen. Dus op elk continent, over de hele wereld, in allerlei vormen is daar die vijg overal als getuige van de menselijke handelingen. Het zij slecht zorgen voor de natuur of dit soort kleine taferelen zoals bij Kostas en Ada. Maar ze zijn er en ze zien het. Ja, big vijg is watching you, zoiets krijg je dan. Wij waren erbij toen er gewelddadige aanvallen tegen de Britten begonnen in de naam van Enosis. Aansluiting bij Griekenland. En toen de eerste bommen ontploften, begin jaren 50. Wij waren erbij toen het Britse instituut aan het Metaxasplein met daarin de bibliotheek, de beste Engelse bibliotheek in het Midden-Oosten, in brand werd gestoken door protesterende jongeren en al die boeken en manuscripten die van ons vlees, die hebben we ook al eerder gehad, waren gemaakt tot as verbranden. Dus dat gebeurde allemaal en wij als mensen zijn dan heel erg bezig met wat een menselijk leed. Maar ondertussen, die bomen die zien dat, die zijn er ook, die hebben dat allemaal meegemaakt. Ja, kort gezegd staat er dan op pagina 92. En wij bomen, want deze opsomming van wat ik net noemde, die gaat nog wat verder. En die sluit af met, en wij bomen konden alleen maar waarnemen, wachten en waken. Overigens een mooie alliteratie met die www, heeft de vertaler goed gedaan. Waarnemen, wachten en waken. We kunnen staan, we kunnen kijken. En ja, nou ja, dat is het een beetje. En dan ben je dus een stille getuige. Komen we bij de volgende rol, en dat is het collectief bewustzijn. Daar heb ik al een paar keer op gehint. Collectief bewustzijn, en dat begint met het feit dat zij een eeuwig geheugen hebben. Die boom die vertelt dat zij, ja, haar geheugen is eeuwig, gaat honderden jaren terug. Pagina 42. Maar mijn soortgenoten en ik, wij zijn behept met een eeuwig durende herinnering. En daarmee bedoel ik niet jaren of decennia, maar letterlijk eeuwen. Nou ja, als je helemaal teruggaat naar de Hof van Eden met Adam en Eva, dat is al een poosje geleden. Maar het gaat nog wat verder terug, want de dinosaurussen komen ook nog langs. Pagina 39.
Door de hele geschiedenis heen heb ik hordes vogels, vleermuizen, bijen, vlinders, mieren, muizen, apen en dinosaurussen verleid om onder mijn bladerdak te komen. Nou, zoals ik geschiedenis heb geleerd, waren de dinosaurussen voor Adam en Eva. Dus nog langer geleden. Dus eeuwig is hier ook echt eeuwig. En dat, ja, dat wordt dan dus doorgegeven van boom op boom. Op een gegeven moment beschrijft ze ook hè, van oké, die boom op Cyprus, die is stervende, is dood, is niet meer. Maar ik ben een stekje daarvan, dus ik ben er eigenlijk wel nog. En dat die herinneringen van die boom op Cyprus heb ik ook nog. Dus ja, dan wordt het al gauw eeuwig natuurlijk als je op die manier gaat rekenen. Maar het betreft ook een netwerk van verbindingen. Op meerdere punten in deze roman wordt duidelijk gemaakt dat al die bomen via allerlei natuurlijke fenomenen met elkaar in contact staan. We hadden natuurlijk bij de rolverteller al even dat die boom in contact staat met ecosystemen. Dat muizen en muggen en vlinders en weet ik wel allemaal hun verhaal komen doen daar. Het is een beetje de bank van de psycholoog, maar dan op de takken van die boom. Die komen er allemaal vertellen. Maar die bomen ook onderling staan met elkaar in verbinding. En dat is wel een heel belangrijk iets voor die vijgenboom. Op pagina 38 lezen we: mensen denken dat ze precies weten waar hun eigen wezen eindigt en waar dat van een ander begint. Bomen waarvan de wortels onder de grond verstrengeld en verstrikt zijn en in connectie staan met schimmels en bacteriën, koesteren dat soort illusies niet. Voor ons is alles met elkaar verbonden. Dus het is één groot netwerk eigenlijk, wat het dus nog makkelijker maakt om een stille getuige te zijn, werkelijk overal op de wereld. Omdat je dus ook daar waar die boom, specifieke boom niet staat, toch in contact staat met een boom die daar dan wel staat. En daar dus informatie over kan uitwisselen. Dat er ook in dat een boom nooit eenzaam is. Ja, klopt. In het boek in het begin, door zijn wortelstelsel, dat ze dus allemaal met elkaar verbonden zijn en met elkaar communiceren. Ja, dat klopt. Dat vond ik een hele leuke opmerking. Want dan sta je als mens gewoon helemaal niet bij stil. Ja, dat is op het moment dat Kostas die boom aan begraven is. En dat hij probeert te glussen van rustig maar, het is maar een paar weken. En dan zegt die boom ook van, ik zou willen dat ik het kon vertellen. Bomen zijn niet eenzaam. Dat is een menselijk concept, daar hebben wij geen last van. Ja. Dus inderdaad, ja, scherp inderdaad. Ja. Ze wisselen informatie uit. Op pagina 105 lezen we, wij bomen staan onder en boven de grond voortdurend met elkaar in contact. We delen niet alleen water en voedingsstoffen, maar ook essentiële informatie. Hoewel we soms moeten concurreren om bepaalde middelen, zijn we er goed in om elkaar te beschermen en te steunen. Nou, dat informatie uitwisselen, dat zien we ook terugkomen in de roman. Onder andere weer in die opsomming van mensen willen zich niet genoeg in ons verdiepen, zouden ze het fijn vinden te ontdekken dat bomen signalen kunnen verzenden via een netwerk van vertakte schimmels diep in de bodem om hun buren te waarschuwen voor naderend gevaar, een roofdier dat eraan komt of pathogene insecten. Dus dat netwerk wordt gebruikt om gevaar aan te wijzen, aan te kondigen onderling. Dit is pagina 52. Maar ook in verhouding tot Ada gebeurt dat. Dit is pagina 106. Het was de meidoorn die me liet weten dat het niet zo goed ging met de jonge Ada. Dat vervulde me met grote droefheid, want ik voelde me met haar verbonden. Ook al hield zij zich misschien nauwelijks met mij bezig, los van die opmerking over de rillingen van die boom krijgen. Zij voelt zich verbonden, hè? Dus niet alleen onder de grond verbonden met die meidoorn die kan vertellen, joehoe, het gaat niet zo lekker met die meid. Maar ook met Ada zelf voelt ze een soort verbinding. Ook al is dat een soort eenzijdige verbinding, Ada voelt die niet zo sterk, maar die boom wel degelijk. Dus ook daar zit een verbinding. Maar wat voor ellende hij ook doormaakt, een boom dus. Een boom weet altijd dat hij is verbonden met talloze levensvormen. Van de honingschimmel, het grootste levende organisme op aarde, tot de kleinste bacteriën en archaea. En dat zijn bestaan geen geïsoleerd toeval is, maar een intrinsiek onderdeel van een bredere gemeenschap. Zelfs bomen van verschillende soorten tonen solidariteit met elkaar, ongeacht de onderlinge verschillen. En dat is iets wat je van heel veel mensen niet kunt zeggen. Dat is pagina 106. Ook hier weer die verbondenheid, maar ook weer een soort kritiek op mensen. Hè? Mensen hebben dat niet en die zouden wat meer zoals die bomen moeten zijn. Juist meer die verbinding voelen die er ongetwijfeld wel ergens is. Laten we dat vanavond ook lekker met z'n allen zo voelen. Want dat is dus een oproep hier eigenlijk. Dat mensen nog zouden kunnen leren van die bomen als ze bereid zouden zijn zich er wat meer in te verdiepen, er wat meer naar te luisteren. Dus ook hier een wat activistische boodschap erin. Kom ik nu aan bij de laatste rol. En dat is de lotgenoot. En daarvoor wil ik eigenlijk eerst weer even terug naar mijn leeswijzer, waarin ik bij het thema heb aangegeven dat het thema van de roman transgenerationeel trauma is. Dus een trauma dat wordt doorgegeven van generatie op generatie.
Ouders maken een oorlog mee, praten daar niet over. Kinderen weten dat ze niet over mogen praten. De kleinkinderen denken, ja, maar wat is er nou eigenlijk gebeurd? Dat is even heel kort wat zo'n beetje de strekking daarvan was. Dat zit duidelijk in de roman. Dus even een paar citaatjes om dat terug te halen en daarna terug naar de boom. Want Ada zit daarmee al vrij in het begin. Pagina 26, nog voordat ze is begonnen met schreeuwen. Maar dat alles verschafte geen antwoord op die ene vraag die in haar hoofd brandde. Was het ook mogelijk om zoiets ontastbaars en onmeetbaars als verdriet te erven? Dat is dus dat transgenerationeel trauma. Ze heeft het gevoel dat ze een verdriet in zich draagt dat niet van haar afkomstig is. Maar dat ze op een of andere manier meegekregen heeft in de genen. Maar ja, het is niet tastbaar, het is niet meetbaar. Ja, hoe omschrijf je dat? Wat is het eigenlijk? Kan dat überhaupt? Dat is een vraag die ze zichzelf stelt. Nou, daar komt een antwoord op. Een deel van dit citaat heb ik al eerder aangehaald, maar ik lees hem nog een keer voor. Pagina 136. Als een familie net zo is als een boom, zoals men zegt. Een vertakte structuur met verstrengelde wortels en individuele takken die er soms in onhandige hoeken uitsteken. Dan zijn familietrauma's als dikke, doorzichtige hars die uit een snee in de schors druipt. Ze sijpelen van generatie op generatie. Langzaam stromen ze omlaag, bijna onmerkbaar traag. Glijdend door tijd en ruimte tot ze een barst vinden waarin ze zich kunnen vestigen en stollen. Het pad dat geërfd trauma aflegt is willekeurig. Je weet nooit wie het zou kunnen krijgen, maar iemand krijgt het sowieso. Dus dat is dat transgenerationeel trauma, maar dan wel weer met een boom als vehicle. Hè? Want die boom wordt hier dus als metafoor gebruikt in dit geval. De schors, hars, dat zijn de beelden die worden gebruikt om uit te leggen hoe transgenerationeel trauma werkt. Dus dat kan. En ook Daphne ziet dat terug in haar werk. Hè. Voor haar werk voor de ICMP, voor het opsporen van de lichamen van vermiste mensen, heeft ze ook veel contact met nabestaanden die dus ook die oorlog of de gevolgen daarvan meekrijgen. Pagina 325. Maar al te vaak zat de pijn bij de eerste generatie overlevenden. Degene die het meeste hadden geleden. Dicht onder de oppervlakte. Herinneringen die als splinters, weer een bomenmetafoor, onder hun huid zaten. Waarvan sommigen nog een stukje uitstaken en anderen volkomen aan het oog werden onttrokken. Intussen koos de tweede generatie ervoor om het verleden te verdringen. Zowel de dingen die ze wisten, als die waar ze geen weet van hadden. De derde generatie daarentegen wilde juist wel diep graven en het verzwegene boven tafel halen. Dat is eigenlijk wat ik net zei. De eerste generatie maakt het mee, wil er niet over praten. De tweede generatie gaat mee in het zwijgen en de derde generatie gaat vragen stellen, gaat graven. En dus hier ook die bomenmetafoor met die splinters. Nou, wat zien we dan vervolgens gebeuren als we even teruggaan naar die bomen? Dan pak ik weer even Kostas erbij, die dus onderzoek doet naar die bomen. Want daar komt ook transgenerationeel trauma voor. Wat zien we op pagina 333-334? Hun bevindingen, de bevindingen uit het onderzoek waar Kostas mee bezig was op Australië, hun bevindingen waren consistent met eerdere studies die uitwezen dat genetisch identieke soorten populeren in vergelijkbare omstandigheden toch anders reageerden op traumatische gebeurtenissen, zoals droogteperiodes, afhankelijk van waar ze vandaan kwamen. Zou dit alles kunnen betekenen dat bomen niet alleen een soort geheugen hadden, maar dat ze dat ook nog eens doorgaven aan hun nakomelingen? Dus hier zie je dat ze... He, sommige bomen hebben een traumatische ervaring, een droogteperiode. Die hebben geleerd om daarmee om te gaan en die geven dat op de een of andere manier door aan hun nakomelingen, de stekjes, zal ik maar zeggen, die daaruit voortkomen. En die zijn dan beter voorbereid op zo'n droogteperiode. Dus die hebben ook een soort transgenerationeel trauma. En in die opsomming over mensen verdiepen zich niet genoeg in ons, pagina 52-53, zouden ze bijvoorbeeld willen weten dat de ringen van een boom niet alleen zijn leeftijd onthullen, maar ook de trauma's die hij heeft doorstaan, inclusief bosbranden. Zodat er ook bijna doodervaringen of ongeheelde littekens in die herinneringen, in die ringen verborgen zitten. Dus ook in die ringen die we allemaal wel kennen, hè, elke ring is een jaar, zeggen we dan. Daar zitten dus ook die trauma's in. Die zitten daar ook in. Dat is dus weer dat transgenerationeel trauma. En het woord transgenerationeel valt ook letterlijk met betrekking tot bomen. En dat is op pagina 106. Die is de vijgenboom aan het woord. Een boom weet dat het leven draait om zelflerend vermogen. Onder stress maken we nieuwe DNA-combinaties aan. Nieuwe genetische variaties. Niet alleen gestreste planten doen dat, maar ook hun nakomelingen. Ook al hebben die zelf misschien helemaal niet zo'n traumatische ervaring gehad in fysiek opzicht of qua omgeving. Dat zou je het transgenerationele geheugen kunnen noemen. Als er een trauma is, moet je op de signalen letten. Want er zijn altijd signalen.
Barsten die ontstaan in onze bast. Spleten die niet helen. Bladeren die herfstkleuren krijgen in de lente. Schors die loskomt alsof we vervellen. Nou, niet alleen zien we hier letterlijk transgenerationeel geheugen. Het doorgeven van een trauma aan mensen die dat trauma zelf niet hebben meegemaakt. Maar ook die bomenmetafoor die we net terugzagen met splinters en schors en hars. Ja, dat zijn die signalen waar je op moet letten. Hè? Barsten in de bast, spleten die niet helen, bladeren die herfstkleuren krijgen. Dus dat komt ook hier weer terug. En daarom zou ik willen zeggen dat die boom ook een soort lotgenoot is. Net als Ada die met dat transgenerationeel trauma worstelt en Kostas eigenlijk ook. Zo is daar dus ook die boom die daarmee worstelt. Die heeft ook van alles meegemaakt, hebben we gezien hè? In de rol van stille getuige, van slachtoffer. Die maakt ook van alles mee en geeft dat ook door. Op de stekjes, in dit geval het stekje in de tuin in Londen. Dus zo hebben we een hele lijst aan rollen langs zien komen. Op literair vlak hebben we het gehad over een verteller, dus degene die het verhaal vertelt. Een vehicle, de metaforen die hier aan alle kanten erbij gehaald worden. Van buitenaf, dus wat de mensen toeschrijven aan zo'n boom, is het een onderwerp van onderzoek. Het is een aandenken, een soort souvenir, een nagedachtenis aan iemand. Het is een toevlucht, een ontsnapping, een vertrouweling, het biedt bescherming. En het is een spiritueel object, dus allerlei rituelen en bijgeloof met betrekking tot bomen. Ook van binnenuit is er sprake van een spirituele factor, maar dan met betrekking tot religieuze verhalen. De boom is ook een slachtoffer, vooral van de mens. Het is een stille getuige. Het is een collectief bewustzijn, staat overal met elkaar in verbinding. En als het gaat over het transgenerationele, is het ook een lotgenoot. En dan wil ik nu terugkeren naar mijn titel, want dat was Bewaarders van Herinneringen. Ik denk namelijk dat dit eigenlijk een beetje de essentie is waarin al die dingen die ik net opsom samenkomen. Pagina 223. Een boom is een bewaarder van herinneringen. Verstrikt onder onze wortels, verstopt in onze stam, zitten de zenuwen van de geschiedenis. De puinhopen van oorlogen die door niemand zijn gewonnen. De botten van de vermisten. Het water dat via onze wortels wordt opgezogen is het bloed van de aarde. De tranen van de slachtoffers en de inkt van de waarheden die nog moeten worden erkend. Het is aan ons bomen om het onvertelde, het ongewilde, te verzamelen. Overal op de hele wereld, waar een burgeroorlog of etnisch conflict is geweest, moet je bij de bomen zijn om aanwijzingen te krijgen. Want zij zullen de enigen zijn die in zwijgende verbinding staan met menselijke resten. Ik heb het idee dat hier al die rollen die ik heb geprobeerd te identificeren wel in samenkomen. Dat zwijgende verbinding, hè, het stille getuigen... Het onvertelde, het ongewilde, dat zijn natuurlijk ook die verhalen die mensen toevertrouwen aan zo'n boom, die zo'n boom ziet, maar niet echt kan delen. Dus daarom bewaarder van herinneringen. En daarmee ben ik ook eigenlijk wel aan het einde van mijn verhaal gekomen. Maar ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe u hierover denkt. In de pauze kwam er al iemand met een vraag over het begraven van die boom. Dus als u vragen heeft, stel ze vooral. Ik vind het eerst een applausje. Dank u wel. Dank u wel.